helemaal vergeten trouwens dat het weer een nieuwe maand is. En een nieuwe maand betekent een nieuwe september. En een nieuwe september wil zeggen dat ik iedereen ga feliciteren die in de maand september jarig is. Van harte gefeliciteerd! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering hebben we de schokkende... zijn we nog achtergekomen dat Kuja ons broertje is en dat wij gemaakt zijn. En dat Garland achter zielen bezig is, weet ik het allemaal nog meer. Heel erg ingewikkeld, wij gaan hem gewoon eventjes voor zijn kont schoppen. En wij willen heel eventjes teruglopen hier naar dit, want deze stoel heeft een Holy Mitre. Of Holy Mitre, ik weet niet precies, maar volgens mij was dat een... ding die we al hadden. Jee. Zo blijheid. En random encounters, natuurlijk. Dus, de vijanden die we net zeg maar in ons uppie hebben moeten bevechten, die moeten we nu weer bevechten waarschijnlijk. En die hebben we dus al gezien, maar ja, deze hebben we al gezien. Niks is zo leuk als de touwler in trance zien gaan. Tegen deze vijanden. Oké, nou. Je bent in trance, dus dan mag dit niet missen. Heel simpel. Goed zo. Brave touwler. En het grappige is nou dat hij dus, zeg maar, ze alle drie heeft gekilled, zonder dat hij zijn dubbele Black Magic aanval hoefde te doen. En hij heeft nog steeds een virus, dus hij krijgt hier helemaal niks van. Wauw. Dankjewel, spel. Dank je. Doet goed. Ik ben heel lief tegen mij. Nou, dan zullen we maar eventjes gelijk van die een virus afkomen. En dan zijn we daar ook weer vanaf. En dan heeft de touwler geen virus meer, waardoor de touwler gewoon weer gewoon kan uploaden. En gewoon weer hele leuke video's kan maken. Want zonder een virus dan kun je natuurlijk helemaal niet. Oké, nee, de touwler van YouTube is een andere touwler als deze match. Hij heeft alleen de naam gekregen omdat de touwler awesome is. Net zoals dat Leroy awesome is, net zoals de Shawnee. Alle karakters die we hier gewoon eigenlijk een naampje hebben gegeven zijn gewoon awesome. Heel simpel. Goed, dit is irritant. Wat we moeten doen is, hier zit een schakelaar. Die een brug opent voor 30 seconden en dan gaan deze lichtjes oplichten. Op het moment dat je zo'n lichtje raakt, krijg je een random encounter. En dan kun je het dus vergeten. Dus je krijgt 30 seconden en je moet dus wegblijven uit die lichtjes. Oké, mooi. Want anders krijg je gewoon een random encounter en daar heb je gewoon geen zin in. En op het moment dat die klok dus zeg maar weg is, dan is die brug is hier niet. Dus je moet het echt doen zonder geraakt te worden door zo'n lichtje. Oké, nou... oh nee, niet dit ding. Dit ding is zo irritant. Dit is zo irritant. Wat we moeten doen hier is... we hebben hier een plateautje. En die heeft 5 verschillende... of sorry, 0. Gaan we gewoon op 0. Die heeft hier zeg maar 5 verschillende... 6 verschillende... richtingen waarop dat kan wijzen. Het probleem hiermee is... je hebt het plateautje nodig om dus zeg maar verder te kunnen komen. Zoals je ziet staat het plateautje niet goed. Nou kunnen we wel heel eventjes kijken hoe ver dat we kunnen komen zonder dat we zeg maar eventjes tot de kistjes kunnen vinden en alles. En natuurlijk hebben we ook een probleem met random encounters, want dit is de puzzel die ons leidt naar Garland. Yay. En, oh, nieuwe vijand. Marlboro. Die is nogal bekend bij elke Final Fantasy game. Staat bekend op zijn bad breath. Die heeft er weer geleerd van, weet ik niet meer wie. En weet je waar, we doen gewoon Flare. Jij doet ook Flare. We hebben No Mercy. En ik denk niet dat healing nodig is, dus doe maar Odin. Ik bedoel, Odin is nou de summon die nou eigenlijk het meeste damage doet. Dus 5000, dat is alleen maar gunstig. En dan vond ik een mailgeluidje. Even snel kijken. Oh, dat is... gefeliciteerd, je hebt een videootje nou op YouTube gezet. Die zijn we allemaal heel erg klein. Oké, nou weet je wat, doe jij hem nog eens een keer. Want Flare die kost maar 20 MP. En ik bedoel serieus, je hebt MP meer dan genoeg. Dus wow, 9000. Destiny. Wow. Ik denk dat ik gewoon de hele tijd met jou gewoon No Mercy ga doen. Ik bedoel, het kost maar 12 MP en... het is devastating. Hij is nog sterker dan Flare. En je hebt een virus. Je krijgt hier niks van. En je bent op level 50. Dus level 5 is dodelijk voor jou. Hai. Maar goed, we willen dus even verder omhoog klimmen om te kijken of we wat kistjes te pakken kunnen krijgen voordat we dat moeten veranderen. En mocht je hier nou te lang bij vastzitten, dan krijg je dus zeg maar een ATE die je kunt gebruiken... die ervoor zorgt dat je dus zeg maar constant dat ding kan veranderen. Jij hebt nogal veel stenen over, dus... kunnen wij... ik denk dat Bright Eyes eigenlijk niet zo verkeerd voor jou is, aangezien dat jij een warrior bent. Nou ja, al zou ik alleen maar No Mercy met jou gaan gebruiken, daar niet van. Oké, nee, hier houdt hij op. Even kijken, als dat 0 is, dan denk ik dat dit 4 moet zijn. Je kunt het even proberen.
Even kijken, waarop ga je staan als ik jou op 4 zet? 2 misschien. Nee, 3. Toch 4? Ik ga voor 4. En random encounter. Yay. Nou weet ik niet of dit weer een nieuwe is. Ik hoop het wel. Anders moet ik weer knippen. Nou ja, technisch gezien is het een nieuwe. Omdat we hebben net het probleem gehad en hebben we een bekaanval. Nee, gelukkig. Technisch gezien is het een nieuwe. Aangezien dat... ja, we hebben net in een cutscene hebben we gevochten. Maar nou komen we hem eigenlijk dus zeg maar tegen als gewoon vijand. Nou ja, hij ziet er heel erg gevaarlijk uit. En hij kan natuurlijk earthshake en alles doen. Maar hij is eigenlijk best wel een pushover. Ik bedoel, serieus, 6000. Dat is nice. Meestouder. Smash! Ja, die zet ons altijd automatisch op 1 HP. Daar ben ik eigenlijk het niet mee eens. No Mercy, doe jij nog maar een keer een flare tegenaan. En dan hoop ik dat ZPF kan healen dadelijk met Zelda. Maar ja, die gaat eerst nog even een aanval doen. Waarom doet nou No Mercy maar zo weinig? Ja, ik heb jou in je kin gesneden. Dat is dodelijk. Nou ja, in ieder geval hebben we... Oh, wacht, ik heb die vaccin nog steeds niet van... Oh, jawel, je hebt hem. Mooi. Kun jij alsjeblieft een level omhoog gaan? Want level 5 dead is nogal dodelijk voor jou. Level 5... Nee. Destiny, echt niet. Ben je zo koppig? Kun je niet gewoon even een leveltje voor mij om omhoog gaan of zo? Dus, even kijken. Ja... Nee, dat doe ik wel even met via abilities. Nee, dan moet ik... Ik moet Zelda selecteren. Zo, helemaal goed. 100%. Goed. Nou staat hij dus wel goed. Dus dan kunnen we op dit plateau komen. En dan komen we dus zeg maar één plateautje hoger. Alleen dan krijgen we dus bij het probleem dat we dus zeg maar hier weer vast komen te zitten. En tenminste dat denk ik. Ik zie hier geen kistjes liggen. Als ik hem op 4 zet is... Ja, daar zit een kistje, maar... Ik wil toch dat kistje hebben. Maar volgens mij is dat kistje nog niet eens waard. Gewoon omhoog. Gewoon doen. YOLO. Do it. Ja. Oké. Nou, dan hebben we dus zeg maar dat liftpuzzeltje gehad. En als je dus een paar keer op en neer gaat lopen, dan krijg je ATE. En dan, als je hem op 4 zet, kun je gewoon op hoofd. En dat kistje is het nog niet eens waard. Geloof mij maar. Dus, oké, dan krijgen we hier Warp Zone gebeuren. Een beetje Zelda-puzzel dit. Hier kunnen we de kistjes wel pakken, omdat het is gewoon welke warp je pakt. En volgens mij brengt deze me al eigenlijk naar de goede kant waar we naartoe willen gaan. En daar ben ik eigenlijk best wel bang voor, want dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee, deze brengt ons naar een kistje. Oké, dat is gunstig. En een random encounter. Yay. Technisch gezien. Oké, vooruit dan. Doe maar een... doe jij maar even Odin oproepen. Technisch gezien, ja, we hebben hem eigenlijk al gezien, maar ja, het zijn een beetje nieuwe vijanden vooruit. Doe jij nog eens een keer No Mercy. En dit keer flinke schade, AUB. En doe jij maar een Meteor, want dat ziet er gewoon cool uit. Ik bedoel, het is een luchtvijand, dus dan zou dit eigenlijk hem uit de lucht moeten mappen. Ik bedoel, gebruikt wind. De enige degene die windaanval kan doen is eigenlijk Airwear als hij een Blue Magic aanval heeft geleerd, maar... 8000, echt serieus, No Mercy, die is... Het lijkt wel alsof dat het gewoon een random generate nummertje is die gewoon random een nummertje geeft. MP plus 20% is geleerd. Goed zo. En ga je level omhoog? Nee, half deurie. Nou ja, we hebben in ieder geval gekomen bij de kistje. Is dit kistje het waard? Battleboot. Nee, kistje was het niet waard, want Battleboots hebben we er ondertussen al 26 van. Ik serieus, we hebben zoveel Battleboots tot vrouwen gewoon jaloers worden op onze schoenencollectie. Sorry, die grap moest gewoon een keer even gemaakt worden. Ik heb niks tegen vrouwen, absoluut niet, maar... Ja. Ik bedoel, het is de standaard gimmick tot vrouwen zeg maar altijd... Ik weet niet hoeveel schoenen hebben, dus... ik weet niet, mijn zuster weet ik eigenlijk ook niet. Dat valt op zich wel mee, dus... Ik denk gewoon dat het eigenlijk alleen in films is. Het is in die trend, dus... ik heb... Oh, dat is de weg die we moeten nemen. Ik wil nog niet naar de weg die we moeten nemen, want er zijn nog kistjes. Oké, kan ik hier doorlopen? Nee. Nee, ik wil niet terug. Ik... Serieus, ik begin me een beetje te voelen als Ganon in de animated series. Gewoon in de tekenfilmserie van The Legend of Zelda. Ik bedoel, die teleporteerde gewoon echt elke keer als hij zin aan het zeggen was. Dat was echt zo van... Dan was hij aan het praten. En dan was het echt zo van... Link en Zelda are coming this way! Nou, die stem is eigenlijk best wel moeilijk te doen, maar goed. Link en Zelda, I'm coming this way! En dan...
Oh, gaat dit weer terug? Ik wil niet terug, ik wil die kist. Yes. Zeg me dat er aan de andere kant ook nog een telepad staat. Zeg me dat er aan de andere kant ook nog een telepad staat. Zeg me dat er aan de kant ook nog een telepad... Goed. En red mijn koud. Yay. Dit is gewoon het leuke als je twee mensen hebt die Return Magic hebben en dan wordt er gewoon een magische spreuk op allemaal gedaan. Dan doe je hem gewoon twee keer zo hard terug. Dat is gewoon leuk. Dus gratis damage. Goed zo Destiny. Je kent het wel. Ik zeg eerst, we zitten allemaal al op level 50, dus Maar ik moet jullie wel vertellen, we zitten heel erg dicht bij het einde van dit spel. Dus, ja... Geen wonder dat we al op level 50 zitten. Ja, het maximale is level 99, maar echt succes met dat voor elkaar te krijgen. Oké, we hebben hier drie richtingen. Laten we gewoon een opvolgorde doen. Laten we eerst gewoon linksaf gaan, dan pakken we wel de bovenste en dan gaan we wel naar rechts. En waarom zit hier een uitsteeksel? Waarom zit hier een uitsteeksel? Waarom zit je daar een uitsteeksel neer als we daar nog niet eens naartoe kunnen? Geef me dit kistje, wat zit erin? Carbini mail. Dat is in ieder geval geen junk mail, pedant. Jongen. Ik weet nog niet eens of wij die aan kunnen. Is dat voor... Ik denk dat dat echt voor Leroy of Wilma is. Dus helaas hebben we er niet echt veel aan. Volgens mij gaat deze, als hij daar naar boven toe gaat, dan gaat deze natuurlijk weer terug naar de middelste cirkel. Dan zegt hij van, hey, vloer terug. En dan zeggen wij, nee. En dan zegt hij, oh ja, maar dan ga je naar de cirkel. Veiland. Of iets in die trend, weet ik veel. Laten we toch voor de grap heel eventjes kijken. Go down one floor, ja hoor. Everybody do the dinosaur. Ja, deze brengt ons weer terug naar de cirkel. Dus we hebben de twee die eigenlijk gelinkt zijn met elkaar. En eentje die is niet gelinkt. En dat is diegene die aan de onderkant zit waar iedereen als eerste altijd automatisch naartoe zou gaan. Die ons automatisch brengt naar de plek waar dat we naartoe moeten. Oké, spel. Ik snap niet waarom dat je de twee wil linken en de andere niet, maar blijkbaar is het jouw idee. Ze zeggen van, ik heb geen zin om die te linken. Ik zie de link niet. Link. Maar goed. Een elixir. Nou, dat was die moeite zeker nog waard. Nou hebben we hier alle kistjes te pakken gekregen en kunnen we dus zeg maar die kant op gaan. Nou zou ik gemeen kunnen zijn, en ja, gemeen, we kennen de grap ondertussen wel, maar... Nou zou ik dus gemeen kunnen zijn en zeggen van, nou jongens, we doen heel eventjes met die moogle kletsen en daar laten we het bij voor deze aflevering. Maar nee, zo flauw wil ik niet zijn. Ik wil jullie wel waarschuwen. Op het moment dat je daar die kant op gaat, waar die Moogle zit, gaan wij drie bazen krijgen. Drie. Ik echt... Dit... Ja. Dit wordt heel spannend. Dus... Oké, nou even kijken of ik de route nog heel goed kan herinneren. Was het nou... Volgens mij was het hier naar beneden toe. Nee, die hebben we als eerste gepakt, dus... Dat is een instinkertje. Juist, en die gaat dan daar naar boven toe. En al die kamers die we daar dus zeg maar zien, die capsules. Er zitten dus allemaal gewoon mensen die nog wachten op hun ziel. Creepy. Goed. Hallo. Ja, ik heb een mognet voor jou. Geef Mos mee een letter. Ja, ik heb een brief. Waar gaat het over? Van Morok, of van Morok door Mos mee. Dit is mijn eerste keer dat ik mognet gebruik. En mijn eerste brief, Kupo. Waar zou ik over schrijven, Kupo? Wat de hel? Wat sloeg dat nou weer op, Kupo? Ik geef je dit wel. En je krijgt weer een Kuponoot. Nou, die Kuponoot willen we dus dadelijk als we weer terug zijn op Gaia. Als we daar überhaupt nog ooit terugkomen. Spoilers. Hoe praat ik meer uit? Nee, daar komen we niet op terug, hoor. Nee, we blijven hier voor de rest van de eeuwigheid. Maar, jullie weten tot we wel terugkomen op Gaia. Je wil hier eventjes een tent gebruiken. Waarom? HP en MP heel erg belangrijk. En voor de zekerheid, save je spel. En wat ook heel erg belangrijk is... Is verander heel eventjes je abilities. Zoals we weten, bij bazen krijgen we geen experience. Dit zorgt ervoor dat wij dus 7 ability points hiervoor kunnen gebruiken. Nou, Bandit is heel erg belangrijk. En volgens mij hadden we Master Thievery ook al aanstaan. Want we moeten heel veel gaan lopen stelen. Dus auto haste is heel erg belangrijk. En ik weet niet hoeveel
Doe maar gewoon antibody just voor de zekerheid. En ook jelly er eventjes bij voor de zekerheid. Want ik weet namelijk niet wat voor aanvallen dat ze hebben. Dus geldt ook voor jou. Level uit. Autolife aan. Doe maar. We hebben in ieder geval life insurance voor onze healer. Heb jij level up? Waar is jouw level up? Daar is jouw level up. En... ja. Doe jij maar eventjes. Loud maar of heb je al aanstaan. Antibody, jelly. Dat is ook goed. En voor jou, die level up. Waar staat hij? Daar. Auto haste, HP up. Doe jij maar... locomotion. Gewoon voor de zekerheid. Doe jij maar locomotion. Ik denk dat we wel goed zitten. Oké, okay, nou. Safe. Just in case. Laten we zeven, Kupol. Oh boy. Ik maak me zorgen. Ik bedoel, serieus, we zitten al 39 uur in dit spel. Maar ja, dat is met farming en alles bij, dus cancel. En als we hier dus naartoe lopen, dan krijgen we net zoals meer Moogle op Gaia. Het is gevaarlijk! Wil je zeker verder? Ja, wij willen zeker verder. We hebben geen keus. Er is maar één weg, en dat is vooruit. Ik ben bang. Hou mijn handje vast. Daar is het, de uitkijkpost. Je hebt gezien dat je mijn angel of dood zou worden. Maar denk na voor een moment. Is leven niet hetzelfde als dood? Is het niet dat je anderen moet vermoorden om te overleven? Sommigen die zelf moorden zijn met bloed en iets in niet rent, weet ik het allemaal nog meer. Om leven mening te geven, moet je een ander leven nemen om te overleven. En zo krijg je een parodie. Of iets in die trend, weet ik veel. We gaan weer over zielen lopen te zeuren. Want ik heb niks beters te doen. Het is een wereld waarin we leven. En dood is mijn brood. Of iets in die trend. Dus, ja. Boeiend. Zeepie, ik vraag je nog één keer. Wie ben jij? Ik ben ZeldaPlayer20 op YouTube. Deal with it. Je bent treurig, Garland. Heel treurig. Wij weten meer dan jij. Je bent niet perfect. Wij zijn niet perfect. Maar wij hebben vrienden die ons helpen. Dat is reden genoeg om voor ons te leven. Het heeft ons een lange tijd geduurd. Maar wij hebben ons weg gevonden. Serieus. Als je alleen maar zoekt naar kracht, dan ben je nogal zinloos. We mogen wel misschien zwak lijken, maar dat is wat ons samenwerken en dat helpt ons, want we helpen elkaar. Dan laat het me zien. Laat het me maar eens zien. Als je aan het punt staat om te sterven. Oh, en dan gooi je gewoon een draak op. Hey, wacht eens eventjes. Is dat niet de draak waar Kuja op zat te vliegen? Oké. Okay. Waarom ook niet? Ik weet niet waarom dat hij niet zelf gewoon even zoiets heeft van... we vechten wel, maar... Oké, we moeten eerst dat draakje verslaan. Wat we dus gaan doen is het eerste... Oh, gelijk een shockwave. Nou, dan doen we gelijk eventjes Kuraga. Jij doet eventjes een aura op Zeepie. Dat zorgt er namelijk voor dat Zeepie ook een autolife heeft. Jij gaat even aanvallen met een meteor. En... ja, dan hebben we even iedereen al de dom tussen gehad. Oké, nou, de eerste aanval die hebben we gelijk kunnen... blokken. Dat is al gunstig. Oké, aura. Dan hebben we regen en autolife. Voornamelijk autolife, dat is het belangrijkste. Jij kan wel eventjes een... dragonmail. Oké. Okay. Jij kan wel eventjes een keertje een aanval doen. Jij doet een aura op de touwler. Jij doet weer steel. Boom! Oh, echt dat gevoel als die een aanval een keer raak is. Dat is gewoon geweldig. Sente zoeken! Jij doet nou flare. Op zich doen we wel goede damage, maar vergeet niet, we willen nog heel veel kunnen stelen van hem. Volgens mij had hij wel een heel goede item. Dat weet ik niet zeker wat hij allemaal heeft. Dus Oké, dan weet ik zeker dat hij weer een keer gaat aanvallen. Oeh. 580. Ik dacht dat jij wel wat meer had. Oké, een elixir. Dat is best wel een teleurstelling. Weet je wat, doe jij eens een keertje je no mercy. Dat is leuk. Ik weet dat Destiny nog geen autolife heeft, maar ik denk nog niet eens dat hij even nodig is. Ik bedoel, deze draak is een lachertje. Het doet ons nog niet eens veel schade. Deze baas is een lachertje. Nou ja, oké, okay, mijn klank. It's the claw. Nou ja, die deed wel 1500. Doe nog maar een keer meteor. Hoeveel doet dit?
9000! Ja, dat is al het einde van hem. Nou ja, maakt niet uit. We hebben een elixir en een dragonmail. Volgens mij was het laatste item nog niet eens al erg boeiend. Tenminste, dat hoop ik maar. We hebben al heel goede equipment. De meeste equipment hebben we al. Dus... volgens mij hoef ik niet echt veel met de stielen van vijanden op bazen. Maar goed, we hebben de draak verslagen. Yay. En als je dan denkt bij je eigen van... goh... dankjewel voor de AP. Maar als je dan bij je eigen denkt van... goh, mag ik heel eventjes healen? Garland, vertel me. Wat probeer je nou eigenlijk voor elkaar te krijgen? Echt serieus. De herstelling van Terra. Is dat niet duidelijk? Nee. Dat is wat de mensen van Terra willen. Maar waarom slaap jij niet met de rest als hun? Ik was gemaakt om over Terra te waken. Ik besta alleen maar om te wachten tot deze wereld... wacht even. Ik sta om te wachten tot er een tijd komt dat deze wereld zonder leven of dood is. Ik ben de enigste controller over deze planeet. Ik ben God. Ja, dan mocht je willen. Maar goed, we hebben dus de traditionele boss battle music. Yay. En we mogen dus tegen Garland himself vechten. Wat leuk. En wat zie je er creepy uit. Nou, we hebben dus geen tijd om te healen, want healen mag niet. Healen, dat staat niet in ons boekje, dus we willen weer stealen. En, doe jij maar eventjes een aura weer. Moeten weer heel de aura gebeuren doen. Doe jij maar eventjes een meteor op zijn kale hoofd gooien. Dark Gear. Deze heeft wel interessant. Dat is interessant. Oké, jij doet weer steal. Volgens mij willen we echt van alles, alles wat hij heeft, willen we echt van hem stieren, geloof ik. Dus daarom wil ik wel een beetje voorzichtig zijn met de aanvallen die we doen. Dus toch eventjes gewoon life insurance. 7000, nice. Wat ga je nou doen? Jij kan flare? Hé, dat is Towler exclusive, kerel. Dit is hoe dat je flare gebruikt. Ik bedoel, serieus, jij doet daar 1100 schade, hè? 1100, onthouden we even. 1100 van Hoede Gloe, heerser van Terra. Oké, nou, kom maar op. Nou komt de Towler aan met Battle Boots. Oké, nou, die hadden we al, maar... 1100, we onthouden het. 1100. Oké, Towler. Je moet over de 1100 komen, want anders slacht iedereen je uit. En dat mag niet. 4705. Kijk, zo gebruik je Flair. Ja? Leer ervan. Auw, dat doet pijn. Alsof gewoon vallen nog niet pijnlijk genoeg is. Ik wil nog een keer meteor, vind ik leuk. Doe jij nog maar een keer steel. En dan moeten we heel eventjes, want ik zie dat zijn lampje al begint te knipperen. Dat is een beetje te zien hoeveel health dat hij heeft. Dus daarom moeten we nou wel eventjes wachten tot we echt alle items gesteeld hebben. Dus nou hoop ik niet dat we dat gezeur gaan krijgen van... couldn't steal anything. Ik bedoel, serieus. We hebben zoveel geëquipt. We hebben Bandit, we hebben Master Thief, Steal Better Items en al die crap. Dus doe jij maar heel even healen. Jij doet weer flare, dat doet niet zoveel schade. Hier, 1200 zeg. Oh. En dan krijg je hem nog een keer recht terug in je gezicht, ook dankzij Return Magic. Ik hoop dat je er blij mee bent. Taste the flare, Garland. Ah ja, Return Magic is niet zo sterk als dat we hem eigenlijk zelf pakken. En... nou komt Meteor, en nou hoop ik niet dat hij hem killt. Oké, hij leeft nog. Stol Ninja Gear. Oké, nou ik wil nog even één keer proberen om te stealen. En ja, we hebben Wind Edge, dus we kunnen ook wel een throw doen een keertje voor de grap. Doe jij nog eens een keer steal? Ondertussen... Wait, dat is een nieuwe aanval. 1800, zo. Oké, hij heeft niks meer. All out. Meteor. No mercy. En doe jij maar healen voor de zekerheid. Gewoon aanvallen. Dit gaat goed. Oh, nou ja, Return Magic kan natuurlijk ook. Aangezien dat ik alles al gepakt heb, dan kan ik er al eventjes een slokje drinken bij pakken. Oké, dan komt de meteor.
dat zou wel mooi zijn geweest dat die ook nog raak zou zijn. Maar goed, we hebben nog Destiny met zijn No Mercy. Geen mercy. Nier. Ook niet rot. Serieus, je rode lampje staat al de hele tijd te knipperen. Ga nou gewoon dood, man. Doe jij... Ja. Val maar gewoon aan. Want we hebben hierna nog een baas te doen. Oh, 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 oh. Ben je al klaar? Ben je niet moe van jezelf? Stop! Hammer time! Nou, misschien was het dan handig geweest om eventjes... locomotion aan iedereen te geven. Maar ja, je kunt niet met drie bazen tegelijkertijd rekening houden, dus... Ik wist niet dat hij stop zou doen. Nou ja, stop, die gaat automatisch als we nou hebben gewonnen. We hebben gewonnen, stop is alweer voorbij. Mooi! Waarom kan ik niet winnen? Nou, ik lijk op de kerstman. Heb medelijden. Of zoiets, gaat hij waarschijnlijk ook een keer over week. Je kunt goed vechten. Geef het op, Garland. Huh? Wat de neus? Dit is te makkelijk. Die Invincible is nou van mij. Nu heb ik de kracht om alle zielen. Daar heb ik nou allemaal de controle over. Garland heeft me alles gegeven zonder een gevecht. Die oude sukkel was te druk bezig met hun. Nu wacht alleen nog maar de dood op hem. Arme Garland, gebeten door zijn eigen hond. Dit is geen ongeluk. Het lot heeft mij gekozen om de nieuwe heerser te worden van Terra. Tijd om eventjes de zorg en de puntjes nog op de i te zetten. Tam 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 tadam tam tadam. Oké, sorry. Ik moet zeggen, ik eerlijk waar hou van jullie allemaal. Jullie hebben niet alleen de zegel gebroken naar Terra toe, maar je hebt me ook nog eens een keer een pleziertje gegeven om Garland te verslaan. Zeepie, je bent echt een buitengewone genoom en je verdient mijn liefde. Wat doe je hier, Kuja? Ik serieus, hou gewoon je mond. Dat is niet heel erg lief om te zeggen zo tegen je, te praten tegen je broer. Hou je kop! Je bent geen broer van mij! Oh, kijk nou toch eens. Meester Garland. Hij denkt om eventjes te vechten voor Terra. Kuja! Wat ben je van plan? Van plan? Ik? Ach, kijk naar mij op het moment dat ik deze vijanden van Terra vernietig. Kom op nu, je mag slapen, net zoals de zielen van Terra, voor de eeuwigheid. He, eindelijk mogen we Kuja's in elkaar slaan, dan werd ik je tijd. En dan zou ik hier een cliffhanger kunnen maken, maar daar heb ik geen zin in, want hoe lang zitten we al te wachten, serieus? We zitten al zo lang te wachten tot we eindelijk een keertje tegen Kuja mogen vechten, en hier is hij dan. Kuja, de lelijke genoom. Ik haat hem. Oké, nou gelijk eventjes, we hoeven niet te healen. Laten we beginnen met een Odin. Laten we beginnen met een meteor op zijn gezicht. Laten we hem even stelen. En doe jij maar heel eventjes aura, want ik weet niet zeker hoe sterk zijn aanvallen zijn. Maar ja, we kunnen tenminste Return Magic doen. En dat is al een heel erg goed begin. Ik bedoel, serieus, Kuja, Meester de Evil. Dan zou je toch wel eigenlijk bedenken van... misschien, heel misschien... Wat nou weer? Vind je het zo leuk? Vind je het zo leuk? Hier! Nou, dan moet hij wel een keer raken. Dan zou het wel leuk zijn. Noem je dat een aanval? Hij was toevallig mis. Hou je mond. Doe nog maar een keer Odin. Tuurlijk, kom op. Je mag het nog een keer proberen, jongen. Je mag het nog een keer proberen. Maar dit keer raak hem. Demi? Serieus, van alle magische spreuken, dan doe je Demi? Nou ja, wij doen het gewoon lekker terug. Return Magic voor de win. Miss. Hoe kan een Return Magic nou weer mis zijn?
Waarom is die jouwe niet mis? Hier, krijg een zwaard op je hoofd. Ik bedoel, je van... Laat me je echte kracht zien. Mijn echte kracht? Touwler, dat is je cue. Jij wil echte kracht? Oké, Touwler, ga maar over naar Flares. Ga maar over naar Flares. Carbini-mail. Geen idee wat hij is. Doe maar Flare. Doe maar gewoon een Flare. Het grappige is, hij zou constant eigenlijk zo lopen te mouwen. Zelfs al doe je een aanval met 9999 schade, zou hij constant gelopen mouwen van... Laat me net een kracht zien. Touwler heeft bijna eigenlijk geen MP meer. Die is behoorlijk hard achteruit gegaan. Oh ja, herken je die nog goed, ja? Dat deed je een beetje pijn, weet je nog? Ja, nou weer daar niet van, maar nou ja. Oké, jij wil kracht? Hier! Ik weet niet, ik heb er gewoon even een hierziekte op dit moment. Doe maar even iedereen even healen, want we nemen best wel veel schade. Couldn't steal anything? Serieus! Nog een keer flare erop. Gewoon drie baas achter elkaar, jongens. Boss battle galore. Doe jij eens heel eventjes chakra op de Touwler. Dan krijgt hij ook weer wat MP erbij. Even iedereen healen. En veel schade doet Kuja op dit moment nog niet. Dus weer niet. Dat is vervelend. Nou ja, nog maar een keer flare. Is dat krachtig genoeg voor jou, Kuja? Hoeveel MP krijgen we ervan terug? 54, zo? Dat is best wel gunstig. Maar echt, zo stoer ben jij niet. Kom op, laat Meteo nou eens een keertje raken. Gewoon één keertje en doe jij maar een keertje No Mercy. Couldn't steal anything. Nou, dat laatste item wil je echt niet geven. Sente zoeken! Hadouken! Zoveel deden ook weer niet. Nou ja, 2500 is er. Weet je nog in het begin dat we zeiden van, oh, we hebben die 1000! Ja. Daar, power! Power to the people. Ja. Ja, dat is wel een harde klap gekregen. Doe maar even zo. Dan nog even een steel. Jij doet nog een keer flare. Goed, het is maar goed dat ik even heal op... Oh, hij was mis! Sweet. Weer niet. Kom op, ik wil de laatste item hebben. Steel hem gewoon. Ik ben bang namelijk dat we hem bijna verslagen hebben. Maar ja, hij heeft ook wel een beetje te maken met alle sidequests die we gedaan hebben. Waardoor dat we dus zeg maar heel sterke aanvallen hebben geleerd. Dus ja... ten dagen op de Touwler. Nou, die krijg je weer drie keer zo hard terug. Dus wel, laten we gewoon eventjes een andere summon doen. Leviathan. Waarom ook niet? Oh, we hebben hem al. We hebben hem al. Dat was hem. De tijd is gekomen. Oh boy. En dan met het bedenken dat je niet lelijker kon worden. Nou heb ik het even mis. Dit is de kracht van Trant. Ik laat je mijn echte kracht zien. Ultima? Nee, niet Ultima. Niet doen. Niet doen. Ja, dit is de kracht waar ik op zat te wachten.
Is dit het einde van Zepi en vrienden? Zullen ze nog hiervan kunnen herstellen en Kuja kunnen verslaan? En wat gebeurt er met Garland? Blijf wachten op de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Die morgen zal geüpload worden. Tenminste, daar ga ik wel mijn best voor doen, want dat zou ik wel heel erg gemeen zijn. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen over deze afleveringen? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En natuurlijk, morgen het volgende deel. Hoe dit af gaat lopen. Tot dan! Doei! Serieus jongens, de aflevering die is over de 35 minuten. Dus ja, dan maar even een cliffhanger. Mijn excuses.